Via de beleggingssoftware Transtock kunt u beleggen op korte en op lange termijn. Kies uw favoriete waarde en betrouwbare indicatoren vertellen u precies wanneer u mag instappen. En wenst u uw rendement te verhogen, dan werkt u best met de ingebouwde solide tradingsystemen. Instelbare alarmen vertellen u tijdig wanneer u moet uitstappen. Maar bent u op zoek naar eenvoud? Of bent u op zoek naar een systeem resistent aan emoties? Of bent u op zoek naar meer vrije tijd? Dan is de MarketWatch zeer interessant voor u. Via de optionele module MarketWatch krijgt u dagelijks advies kopen, houden, verkopen. U krijgt dat advies op de aandelen, op trackers en op beleggingsfondsen. Het bijzondere eraan is dat het systeem jaar in, jaar uit beter doet dan de beursindex. Naast adviezen kent u steeds de beste stijgers, de aandelen die een nieuwe top maken, de beste sectoren, rangschikking van de sectoren, welke aandelen noteren boven het gemiddelde, welke aandelen maken een golden cross. Klikt u 's morgens op trend kopen, dan verschijnen hier de beloftevolle aandelen op voorwaarde dat het beurssentiment positief is. Bij een negatief beurssentiment zorgt het systeem ervoor dat u cash opbouwt. Cash die u nodig hebt wanneer het beurssentiment verbetert. Via het knopje boven de landen sorteert u de aandelen volgens land. En u merkt vandaag een aankoopadvies op het Belgisch aandeel van de Velde, een aantal voor Duitsland, Frankrijk, Nederland, Engeland en Amerika. Hier zien we ons fameus aandeel van Warren Buffett en inderdaad, het aandeel doorbreekt zijn weerstandslijn. Zo, dat ziet u heel duidelijk. Zet ik de grafiek op een jaar of vijf, dan ziet je hier heel mooi inderdaad de stijgende opwaartse trend. Die werd doorbroken. We zitten nu in een daling sinds januari en vandaag breekt het aandeel uit naar boven toe. Dankzij de MarketWatch krijgt u dat signaal en is dat zeker en vast een interessante waarde om te overwegen. De aandelen die vandaag het advies krijgen om te kopen, die staan morgen in de map houden. Hier ziet u de map trend houden. Voor België tel ik een 21 waarden die nog op houden staan. In deze kolom ziet u de stijging sinds 1 januari. Dit is het rendement sinds aankoop met de aankoopdatum. En de groene pijltjes die vertellen u hoe de trend op korte en lange termijn is. Zit er ergens een golden cross tussen, dan merkt u dat aan die groene sterretjes. B-kaart, klik daarop. B-kaart gestegen met 11% sinds 1 januari, sinds aankoop op 3/12. En die aankoopdatum die ziet u ook altijd bovenaan op de grafiek. Het aandeel kreeg het advies trend kopen op 3 december 2015 aan 26,33. Dat toon ik u dan niveau. Waarom heeft het programma dat advies gegeven? U hebt hier de dalende toppen met een prachtige uitbraak op 3 december. En dan kreeg u het advies om te kopen. Dus die waarden staan momenteel allemaal nog op houden. Komt er een verzwakking in één van die waarden, dan verschuiven die naar de map trend verkopen. Dus hier hebt u de map trend verkopen. Klik erop. Vandaag staat die leeg. De adviezen voor trend zijn gebaseerd op trend. Dus een eerste vereiste is dat het aandeel in een deftige trend moet zitten. Momentum is belangrijk, de volatiliteit, de snelheid en het volume. Tegelijk houdt het systeem rekening met beurssentiment en sectorsterkte. Nu voor countertrendliefhebbers, dat betekent dus zo laag mogelijk kopen. Wel daarvoor hebt u de drie mappen countertrend kopen, houden en verkopen. Identiek zoals bij trend, maar het verschil is dat u hier gaat kopen na een overdreven koersval. Dus ik klik erop, bijvoorbeeld Zodiac. Zodiac gaat heel fel naar beneden. Ik klik op 5 jaar en misschien eens even op 10 jaar kijken. Ja, en dan ziet u ook heel duidelijk de reden waarom het systeem Zodiac
aanbeveeld om te kopen. Het systeem voor countertrend is identiek als trend, met het verschil dat u koopt na een overdreven koersval. De stoploss staat veel scherper en de stoploss houdt rekening met koers, maar ook met tijd. Dus dat betekent dat de koers snel moet stijgen of u krijgt opnieuw het advies om uit te stappen. Ik klik nu op countertrend houden en hier ziet u dan al de aandelen die op houden staan en die allemaal het advies hebben gekregen om gekocht te worden na een felle koersval. Bijvoorbeeld Yamaha Gold, fantastisch aankoopsignaal zie ik, aangekocht op 22 januari aan 1,51. Dit is zo goed als de laagste koers, dat is een fameuze aankoop, 1,51. We kunnen even met de kruisdraden controleren. Op 22 januari, dus dat is in deze kaars, kreeg het u het advies om in te stappen. Ja? Ondertussen noteert de koers 80,8% hoger dan de aankoop. Maar hier ziet u al die rendementen van de aandelen die dus op countertrend houden staan. We hebben samen vastgesteld dat de MarketWatch een fantastische uitbreiding is op uw beleggingssoftware Transtock. De aandelen, de trackers en de fondsen die op houden staan, zijn absoluut de beste op de beurs. En dankzij de MarketWatch volstaan 15 minuten per dag voor een goed beheer van uw portefeuille. De aanschaf van de optionele module MarketWatch is zeker het overwegen waard.